Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Best wel een hectische ochtend gehad als een. We wisten gewoon echt niet wat we aan moesten doen. We hebben geen hectische ochtend gehad. We waren aan het knuffelen in bed. Nee, maar ik bedoel hectisch. Als in toe op zoek waren naar onze outfits aan drolly. Dus we zijn een beetje geëindigd met hetzelfde soort outfit. Gewoon jeans. En sportschoenen eronder. Huppakee. En we gaan vandaag naar Alaska. We gaan vandaag naar Alaska. Met de auto. Wij gaan vandaag naar Alexandrium. En wij moeten even de laatste inkopen doen. Want we gaan dus zaterdag. Dat is over 2 dagen gaan we al weg. We gaan eerst naar Düsseldorf en daarna gaan we ergens naartoe. En daarna gaan we dus naar het buitenland toe. Ik vertel je nog wel een andere vlog. Maar we moeten nog een paar dingen halen. En daarvoor gaan we dus naar het Alexandrium. En wat ik heel erg. En wat ik heel erg chill vind aan Alexandrium tegenwoordig. Is dat ze tegenwoordig ook een Starbucks hebben. Kijk. Wat is dat? Aan de andere kant van het. Nee. Scooters. Holle. Oh, snitch. Achter de. By the way, ik heb dus vandaag gewoon die lipliner op van gisteren die ik heb gehaald bij Essence. En hij is super goed. En ik heb letterlijk geen lipstift of zo op hoor. Ik heb alleen maar lipliner op en dan kleur ik het ook een beetje van binnen. Want ik kreeg vandaag een DM van iemand die zei van... Ja, je zei laatst dat ik dat je Big Spice op heb. Wat doen ze allemaal hier joh? Fietsers en scooters. Je zei dus laatst dat je Big Spice op hebt, maar ik vind daar alleen maar de lipliner van en geen lipstick. Maar ik kleur het zeg maar ook helemaal gewoon in. Dus dit is allemaal een lipliner. Kijk jongens, het is gewoon altijd naar Sims auto. Oké, okay, dan lekker chocola eten van 20 jaar geleden. Helemaal verrot. Oh, lekker. Ben je nou aan het dissen? Een Red Bulltje, allemaal waterflessen. Oh, heb ook een pistooltje voor als je wil. Alles. Oh, sukkerin! Mijn sukkerin. Dan doe je dat open. Oh, kartje, bitch! Ik heb deze opgedaan, hè? Echt waar? Wanneer? Ik had mijn andere bril als ik kreeg. Nou, als je wil sporten, heb je ook een handdoek daarachter. Alles. Het is wel een beetje moeilijk om ontbijt te vinden in Alexandria, maar ik heb een broodje tonijn. Voor de mensen die zich afvragen wat met mijn dieet is gebeurd. Ik ben ziek geweest. Is lekker. Nessie heeft een pesto broodje. Kijk eens waar we zijn. Dit is niet normaal. Wat doe ik hier? Nes, welke wil jij? Die. Oh. Hallo. Kijk jongens. We hebben die classics gewoon. En die zijn echt eigenlijk het lekkerste van allemaal. Dat is waar. De rest is echt allemaal heel erg heftig, vind ik. Deze plastic vork helpt om hier heen. Lekker? Ik heb ook wel live band die optreden. Zo. Het is wel echt heftig. Hi. Ik doe me denken aan de Zeeuwse bonus. Wij zijn uitgewinkeld. Of we erg geslaagd zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Oh jezus. Maar we hebben wel alle basisdingen. Een kort broekje en ik heb zo'n wijd blouseje. Ik laat je helemaal even straks zien. En Esme, je hebt het wel geslagen op zich, hè? Oh. Hij wil een pet hebben en hij is geëindigd met een hoed. Ja, zo'n vissershoedje. Ik vind het niet zo heel erg mooi bij mannen, maar doe je ding. Het is voor de comfort. Doe je ding. Als vrouwen die nu kijken naar mij. Oh. Als je man dus iets heel erg lelijks aan wil doen, of je denkt van, oh, dat alsjeblieft niet aan. Gaan jullie dan zeggen van, nou doe maar liever niet schat, dan staat je gewoon niet. Het is gewoon hartstikke lelijk. Of zeg je dan, doe je ding. Want ik ben op een gegeven moment op een punt gekomen waarop ik zeg, doe je ding. Weet je wat het is? En weet je waarom? Luister. Altijd, een paar jaar later, altijd kijk je naar zo'n foto's en dan dacht hij, what the fuck had ik hier met mijn haar gedaan? What the fuck heb ik hier aan? En is omdat jij niet naar mij hebt geluisterd. Oh, ja, nee, je kan hier niet. Ja! Heb je nou echt gewoon geluk? Draadloos? Hij dacht dat het hier kon betalen, maar dat kon hij niet. En nu heeft hij een hele file achter. Oh mijn god. Niks gaat goed. Is dit mijn kaartje of niet? Oh, dat weet ik niet, Nes. Nee. Oh, wat erg. Oh, dat vind ik altijd zo leuk. Nou jongens, daar zijn we dan. We gaan lekker boodschappen doen. We hebben onze statiegeldflessen mee. Yes,
korting. En onze mooie tas altijd. Oké. Milieubewust. Goed zo, Nes. Kijk hoe schattig deze druiven zijn in zo'n tasje. Wat zal die nemen? Echt alleen maar hier. Om dit tasje wil ik gewoon deze druiven. Zullen we nemen inderdaad? Geweldig. Love it. Love it. Voor de vitamintjes, jongens. Want we zijn half ziek nog. We hebben nog gewoon citroenen tussen gelegd. Voor de zure smaak voor de volgende. Wij hebben een boodschappengeruim naar Albertijn. Tonijn. Pizza saus. Deze haal ik echt normaal nooit. Mijn Nessie wil hem uitproberen. We hebben een cola zero. En we hebben van die gesneden zwarte olijven. Kunnen jullie raden wat wij nu gaan maken? Je krijgt er weer een snoepje. Je krijgt een snoepje. Jij als eerst? Of jij? Nee, Dina maakt heel weinig geluid. Dina, jij als eerst? Of Dina? Ja, jij hè? Altijd jij. Wij gaan samen pizza's maken. We gaan het wel maken met een bloemkoolbodem. Cauliflower pizza crust. Je hebt ook een courgette versie van. Die vind ik persoonlijk lekkerder, maar deze was er alleen vandaag. Dus die gaan we vandaag maken. Ik vind het persoonlijk echt gewoon lekker. En het is echt een goed vervanger van een normale pizza. Daarvoor hebben we nodig pizza saus. En dat is de eerste keer dat we het gaan gebruiken. We doen lekker tonijn erin. Zwarte olijven. En we hebben normale ui en lente-ui. Ja hoor, drie keer raden wie er bij de lente-ui staat. Kijk, oh my God, zie je Nes? kijk, ik vind het helemaal... Zij is zo obsessief met groene dingen gewoon. Deze moet als eerst in de oven, hè? Dus wat we eerst doen is deze even 5 minuutjes in de oven. Gewoon even voorbakken. Is dat echt zo? Ja, dan worden ze harder, staat op de verpakking. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat doe ik altijd als ik gemaakt voor jou. Zo. Dat zijn die voor jou beter. Die voor mij ja, ook. Dan worden ze iets knapperiger. Die voor jou worden een beetje nat. Haha! Oh, Dinari. Dinari, de katel. Zo, wil je trouwens lente-ui of normale ui? Ik wil normale ui. Normale ui, je wil geen lente-ui. Ik wil geen lente-ui. Geen lente-ui. Oh, hebben jullie Dinar haar kont gezien? En wat ga jij eigenlijk doen? Kijk, kontje van wat Dinar. Wat ga jij nu eigenlijk doen voor deze video? Ik ga gezellig zijn. Oh, wat fijn. Kijk dan. Kan ik niet. Oh, hele, ga je ophypen. Yes, paprika girl. Wil jij trouwens paprika erop of niet? Nee hoor. Nou, ik doe het allemaal voor mezelf. Lekker klein. Lekker beter van me. Oh, I love my life. Oh, een massage erbij. Weet je wat jij moet doen? Wat dan? Ga maar deze, dit uitlekken. Wil jij vapen? Lekker. Ja? En op tonijnpizza vind ik het heel erg lekker als je de uitjes gewoon heel dun snijdt. Niet van die, soms bestel je een pizza en dan krijg je echt van die zo grote stukken ui erop. Ja, dat vind ik wel een beetje overdreven, dat hoeft van mij niet. Kaas. Eigenlijk mozzarella met tonijnpizza is eigenlijk ook heel lekker. Echt? En dan doe ik het nog een keer door midden. Okay. En dan heb je heel mooie kleine stukjes. Kijk, en wat wij altijd doen... Even het tonijn allemaal even hierin voor onze pizza. Ja. Want er is iemand hier. We weten allemaal wie. Die zijn dikke hoofd anders in een tonijnblik gaat stoppen. En dan ruikt ze de hele avond naar tonijn. Ja, heerlijk. Dat vinden wij geweldig. Ze stopt gewoon haar hele hoofd in deze blik. En jullie hebben gezien hoe groot de hoofd van Dinar is. Dinari! Weet je wel? Wil je tonijnblikje of niet? Kijk. Wil je tonijnblikje? Nou, daar gaan we. Hoe ruikt hij? Pizza saus erop. Oeh. Ruikt hij lekker? Zo. Echt? Oh, hij ruikt echt lekker. Oh, ik heb er nog meer zin in. Oh my god. Ruik je het? Oh, hij ruikt echt lekker. Hij ruikt echt naar pizza. Ja, man. Oh, het ruikt echt heel lekker. En dan als tweede, gewoon lekker veel tonijn erop. Nou, wat wil jij als eerste erop? Ik wil graag uien erop. Weet je, maak maar je eigen pizza. Ik ga mijn eigen pizza maken. Ik ben helemaal zat. Ik maak wel mijn eigen pizza. Oh, lekker veel ui. Net zo gaan we negeren, want hij doet helemaal niks vandaag. Hij heeft geslapen, daarna is hij gewoon helemaal slapwakker geworden. Heerlijk. Dus we gaan lekker voor onszelf zorgen, meiden. Woe!
Oh, dat is girl power. Girl power! Lekker veel paprika, alleen voor mij. Je mag geen paprika. Waarom pak je al mijn uien af, man? Je mag geen paprika, want... Ik hoef geen paprika. Je wou dat niet. Inderdaad, klopt. Dan moet je het ook niet doen. Ik zie paprika op je pizza. En dan... Oh, this is the best. This is the best. Olives. Olive. Hallo. Hallo. Dan hebben we voor de echte, echte mensen, hebben we jalapeno's. Mijn pizza. Lekker een pittige tonijnpizza heb ik gemaakt. En Essence pizza. Ziet er ook lekker uit. Gewoon lekker standaard. Jongens, de pizza's zijn klaar. Mijn is een beetje verbrand aan deze kant. En Essence gaat onze pizza's lekker snijden. Ga maar. Doe het. Oh, jezus. Oh. Oei. Oké, let's freak. Doe je daar mayo op? Jazeker. Is curry lekkerder op, denk je? De mayo? Nou. Echt, zonder grap. Echt lekker. Ja, lekker. Ik weet alleen niet of die lekkerder is dan die andere saus, om heel eerlijk te zijn. Even kijken, daar heb ik nog niet op gehad. Die andere is nog sausiger. Ik heb het gevoel dat deze saus verdwijnt. Ja. Ik ben dus vandaag een beetje wasjes aan het draaien. Ik heb echt een heel klein hokje om mijn wasjes te doen. Voor nu is het best wel oké. Ik ben eigenlijk alles een beetje aan het wassen. Wat ik nog graag wil dragen op onze trip. Zo. Start. Wij wouden vanaf nu gezond eten. Maar? Maar toen zagen we een herinnering op Facebook dat een jaar geleden precies dat ik dan officieel Mr. Ahmadi ben geworden. Een jaar geleden. Mr. Ahmadi? Mrs. Ahmadi. Dus dat gaan we vieren. Yay! 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 Oftewel, we hebben gewoon een reden nodig om weer te gaan snoepen. Yes! Mrs. Ahmadi, bitches! Yes. Snacks of the day. Donuts met chocola. Van die crispy M&M's. Lekker, hè? Deze chips, jongens, is een aanrader. Die heb ik pas ontdekt met Nessie. En wij vinden deze zo lekker. Voor mij, 7-Up. Oh my god, who am I? Ik heb dus met Nessie afgesproken dat we even 2-3 dagen gaan detoxen. Voordat we gaan vertrekken. Om morgenochtend. We gaan dus even met z'n tweeën even gemberschotjes halen en zo. En voor de rest gewoon echt gewoon een beetje lichte maaltijd. Ik kan niet meer, man. Maar doet mijn lichaam ook weer aan. Ik vind de witte druif sowieso het lekkerst. Maar ook echt zonder pitten. Oké, guys, ik hoop dat jullie mijn vlog leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei doeg!